My bigger selfie. Weet je, een selfie is een beeld, een foto maken van jezelf waarin jij centraal staat, waarin je vooral laat zien hoe leuk jouw leven is aan de rest van de wereld. En een selfie is niet meer weg te denken in de maatschappij van nu. En overal waar je komt, op elke vakantieplek, op elk feestje, noem maar op, zijn mensen soms misschien nog wel meer bezig met selfie maken en met hun mobieltjes dan met het moment waarop ze zijn of de locatie waar ze zijn. Weet je, we hebben het wel eens bij de toren van Pisa zagen we van die tieners. Ja, ik hou van ze hoor, maar oh ja, ja, we hebben hem, volgende. En dan denk ik, je hebt de hele toren niet gezien. Misschien kijk je thuis op de foto, maar hè? Zo gaat het, zo is deze wereld. Maar ik geloof dat God wil niet aan de buitenkant aan ons werken, maar wil aan de binnenkant aan ons werken. Weet je, ik geloof dat hij een selfie van binnen in ons heeft gelegd. Iets wat centraal moet staan in ons binnenste, waar hij aan wil werken. En hoe liefdevol is God dat hij niet alleen maar naar de buitenkant kijkt, maar dat hij echt geïnteresseerd is in ons. Dat hij echt aan de binnenkant aan de slag met jou wil. En wil weten, hey, je ziet er misschien wel leuk uit bij zo'n toren van Pisa of waar dan ook, maar hoe gaat het nou echt met jou? Hoe gaat het echt van binnen? En hoeveel vandaag de dag nemen wij daar nog tijd voor? Onderling vragen we aan elkaar, hoe is het echt met jou? Weet je, het ziet er misschien mooi uit, maar hoe voel je je echt van binnen? En God is een God die zich daarmee bezighoudt. Omdat hij zo ontiegelijk veel van ons houdt, dat die buitenkant, weet je, die heeft hij al mooi gemaakt, dus dat is al geregeld. Maar dat hij aan de binnenkant aan jou wil werken. En daarom dat mijn preek heet My Bigger Selfie. Ik geloof dat God wil dat jij van binnen een groter iemand wordt. Steeds sterker en steeds krachtiger. En dat we niet aan de buitenkant, mag van mij, ja, je mag tig selfies maken. Ik ben ook heel trots dat ik een selfie heb met Quinten. Maar dat je van binnen daarmee bezig bent. Dat je daaraan werkt. Misschien wel nog net zoveel moeite doet als de maatschappij doet om goede selfies te maken. Dat jij net zo hard bezig bent om je selfie van binnen goed op orde te krijgen. En sterk te maken. En weet je, krachtiger. Nou, voordat we dat gaan doen, ga ik lekker even bidden. Dat is altijd belangrijk, hè? En willen we ook natuurlijk COC Groningen welkom heten. Jozua zei het net al, ze zijn hier niet fysiek, maar ze zitten wel virtueel naast ons. Dus super gaaf dat we één grote dienst met elkaar hebben. En Den Haag en Groningen bij elkaar. Welkom allemaal en laten we lekker bidden. Lieve Vader, dank u wel. U bent een goede God. Heer, dank u wel dat u zo geïnteresseerd bent in wie wij zijn. Heer, dat u echt oprecht van binnen wil weten, hoe gaat het met jou? Heer, dank u wel dat u, Heer, altijd bezig gaat om ons sterker te maken, mooier, dieper, rijker van binnen. Heer, en ik dank u dat u ons sleutels geeft hoe we dat kunnen doen. Heer, dat niet alleen van buiten, maar juist ook van binnen. Heer, wij steeds krachtiger en sterker zullen worden in u. Heer, dank u wel. Amen. Goed, ik zei het al, zo gaaf hoe God is, weet je, dat hij juist aan onze binnenkant wil werken. En door de Bijbel heen heb ik eigenlijk drie punten gevonden. En het was heel grappig, gisteravond pas, zo goed ben ik daarin, kwam ik erachter dat die drie punten eigenlijk ook onze drie basics zijn. Toen dacht ik, hoe grappig is dat? Ik had het helemaal niet in mijn hoofd met voorbereiden. Maar als je nou thuis nakijkt, denk je misschien, hé, dat heb ik vaker gehoord. Nou, ik geloof dat God zo werkt, want God is dezelfde en spreekt hetzelfde. En het eerste punt om jouzelf van binnen te vergroten, om een bigger selfie van binnen uit te worden, is connect. Ik geloof dat God wil dat je deel bent van een groter geheel. Het is zo makkelijk en zeker in de wereld van vandaag om te denken dat je heel veel contacten hebt en heel veel connectie, 1000 en miljoen vrienden op Facebook, maar geen echte connectie hebt. God wil dat je echte connectie hebt, dat je deel bent van een familie. En daarom zeggen we, kom naar de kerk. Wees onderdeel van een connectgroep of van een team. Niet omdat we je willen pesten en zeggen, oh, je moet dit, je moet dat. Maar omdat we willen dat je echte connectie hebt. Want we weten dat het jou van binnen sterk maakt. Dat het jou verder gaat helpen. En er staat in Exodus 18, je kunt het niet alleen aan. Nou, bedankt, Heer. Dat is duidelijke taal. Luister, ik zal je goede raad geven. God heeft ons niet bedoeld alleen op de wereld. Er staat in zijn woord, je kunt het niet alleen aan. Luister,
ik zal je goede raad geven. Weet je, God wil dat we steeds weer groter groeien. En weet je wat bijzonder is? Het lijkt wel hoe oppervlakkiger het is in de maatschappij aan connecties, aan relaties. Hoe vrijblijvender, hoe vluchtiger, hoe meer mensen op zoek zijn naar diepgaande relaties. Naar echte relaties. Want diepgang is iets wat in ons zit. God heeft diepgang aan ons gegeven. Dat vind je namelijk in je relatie allereerst met God en met mensen. Je vindt diepgang in je relaties die God in jouw leven wil geven. En hij wil jouw nummer één relatie zijn. Maar hij geeft ook mensen om jou heen om verder mee te komen, om diepgang in te vinden. Weet je, mensen hunkeren naar echte relaties. En heb jij wel echte mensen om jou heen die echt weten hoe het met jou gaat? Weet je, je kan soms heel leuk en goed overkomen, maar ik heb soms ook wel eens dat ik denk, weet eigenlijk wel iemand hoe het echt met mij gaat? Hoe het van binnen is? En dat is niet een schuld naar de andere persoon. Deel ik wel wat er in mij leeft? Deel ik dat met mensen? Weet je, ik geloof dat God wil dat we dat doen. Dat we deel zijn van een groter geheel. En of jij vrienden hebt, dat bepaal je ook zelf door de dingen van jouw hart en van waar je doorheen gaat te delen met anderen. En te vragen, hey, kan je me hierin helpen? Kan je een ondersteuning zijn? Kan je misschien voor me bidden? Weet je, de mensen die jij nu om jou heen hebt, gaan zij jou verder helpen? Gaan ze een mooi en goed verhaal van jouw leven maken? Want mensen zijn belangrijk. Wie jij om je heen hebt, bepalen heel veel. Houden ze echt van je? Bemoedigen ze jou in de dingen die God eren, die goed voor jou zijn, die jou verder brengen? Of trekken ze je misschien met zichzelf naar beneden? Weet je, maken deze mensen jou groter van binnen of kleiner? En ik geloof dat het echt heel belangrijk is om daar naar te kijken. En jullie kennen misschien wel een hele bekende quote. Niemand weet wie het ooit heeft gezegd, maar vast een heel belangrijk iemand. Maar show me your friends and I will show you your future. Dat is zo waar. Laat mij jouw vrienden zien. Daarom zijn connectgroepen zo belangrijk en zo goed. Laat me jouw vrienden zien. En jouw toekomst is te voorspellen. Weet je, het is zo goed om daar naar te kijken. En we spenderen soms zoveel tijd achter schermen. Je tv, je computer, je mobieltjes. Maar leg dat scherm neer en kijk wie heeft God om mij heen gezet. Heel vaak denk ik, oh wacht even, mijn kinderen zitten hier om me heen. Mijn man zit hier om me heen. Mijn vrienden, en waar ben ik mee bezig? Ik leg dat schermpje aan de kant. Ik kijk iemand face-to-face aan. En ik kijk, wat wil God door deze relaties doen? Wat kan vandaag? Weet je, wat gebeurt er vandaag in dit moment? Wat ik anders misschien niet eens had gezien. En begrijp me goed, ik ben voor schermpjes en mobieltjes en alles. Maar blijf je bewust dat connectie het allerbelangrijkste is om groter te groeien van binnen. En alles in deze wereld strijdt om onze aandacht. Wees je daar bewust van. De grootste strijd is om jouw aandacht. En waar geef je die aandacht aan? Weet je, waar, als je heel eerlijk bent, spendeer jij je meeste tijd? Is dat in je gezin? In je vriendschappen? Op je werk? Ben je er echt? Op de zondag na de dienst? Ben jij er? In je relatie met God? Ben jij er echt? Ben je aanwezig? 100%? Heeft hij je volledige aandacht? Weet je, iedereen heeft een verhaal en iedereen heeft steun nodig, bemoediging nodig, een plek waar we weten dat we gekend worden en erkend. En daarom heeft God een kerk bedacht. En hij is zo duidelijk, mocht je nog twijfelen hoe God over jou denkt, kijk dan in Daniël 9. Daar staat, want jij bent zeer geliefd. Twijfel daar nooit over. God is zo duidelijk. Zijn eerste connectie met jou is, jij bent zeer geliefd. Ik hou van jou. Ik heb mijn leven voor jou gegeven. En weet je, kijk om je heen. Welke mensen heeft God om mij heen gezet waar ik van kan houden? Waar ik een zegen voor kan zijn? Waar ik connectie mee heb? En sommige mensen vragen zich af, ja, maar ja, maakt het nou echt uit? Weet je, er zijn miljoenen mensen, miljarden mensen op de wereld. Wat ik hier doe,
Ja. Ruben zei het al, jij maakt een verschil. Je zit vandaag naast iemand waar niemand anders naast zit vandaag. Jij maakt een verschil voor diegene naast je. Of dat je nou zit te zuurpruimen, of dat je nou heel gezellig en leuk glimlacht. Dat maakt een verschil voor diegene waar jij nu naast zit. En jij bent de enige die dat kan doen. Weet je, het maakt uit wat jij doet. Het is een leugen dat je denkt, ah, maakt het uit. Het maakt allemaal niet zoveel verschil. Het maakt wel verschil. God heeft een plan met jou. En elke dag, ieder moment, kan hij gebruiken om iets moois in jouw leven te doen. Maar als jij niet overtuigd bent dat jij een verschil kan maken, dan werkt dat helemaal niet. Hij wil door jou heen werken. Hij wil jouw selfie van binnen groot maken en denken, yes, ik maak een verschil. Want als je zo opstaat en je zit zo hier in de kerk, is het totaal anders. De impact, hè, we hebben Impact Sunday, de impact die jij hebt is totaal anders als je gelooft wie God zegt dat jij bent. En daarom is het zo belangrijk. Er zit zoveel kracht, geloof in de selfie, in de inner selfie die God in jou heeft gelegd. Hij heeft jou alles gegeven om in dit leven iets heel moois en prachtigs te krijgen, weet je? En misschien zie je dat al, misschien zie je dat nog niet, maar geloof daarin, want dat maakt alle verschil. En er staat er in Marcus 5, ga naar huis, ik vind het zo duidelijke tekst, hè, naar uw eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. Dus God zegt niet, net zoals Jonathan net ook zei, weet je, ga de hele wereld veroveren. Nee, hij zegt, ga naar je eigen mensen, naar je eigen kinderen, je eigen gezin, je eigen werkplek, je eigen winkelcentrum, waar je ook bent. Ga daarheen en vertel wat ik voor jou gedaan heb. Vertel wie ik ben. Dan heb je impact. Jij maakt een verschil. Niemand anders komt de mensen tegen die jij vandaag tegenkomt. En zo werkt God daardoorheen. Ga meer connecten. En niet alleen goede intenties. Ja, ja, ik moet wel een keer naar een connect. Ik ga wel een keer iemand spreken. Nee, zet stappen. Zelfs babystappen brengen je verder. Weet je, intenties, die zijn heel mooi. Maar er gaat pas wat gebeuren als er stappen gezet worden. Spreek met jezelf af. Wij hebben een community team. En wij hebben met onszelf afgesproken als team. We dachten, we moeten een beetje elkaar af en toe, hè, een schop onder de kont geven. We zeiden, we gaan gewoon elke week in de dienst niet the one thing, maar the one person spreken. Iemand die we nog niet kennen. En we laten dan op de app aan elkaar van, ja, het lukte vandaag wel of vandaag niet. Tot nu toe is het steeds gelukt. Want ja, we zijn natuurlijk allemaal heel... En niet als een... Van, oh, we moeten dat, maar omdat we ons hart daarop willen zetten. We willen gewoon connectie met mensen. En natuurlijk gezien denk je, ah, dat doe ik volgende week wel. Ah joh, maar diegene zit niet op mij te wachten. Ach, wat heb ik nou te vertellen? Ik voel me vandaag nou niet zo lekker. Laat maar zitten. Nee, nee, zet je hart erop. Maak stappen. Want grote veranderingen zijn mogelijk, maar ze gebeuren niet in één nacht. Stop om erover te praten, wat je zou willen en wat je zou hopen en wat je zou... Maar ga het doen. En vanmiddag heb je een super mooie kans, want we hebben de Wild Food Hangout. Dus dat is dé tijd om te connecten met elkaar. Stap gewoon uit. Ga in een connect. Ga in een team. Schrijf je in voor een internship hier in de kerk. Dat je denkt, hé, ik wil meer leren. Meer leren kennen. Spreek eens met iemand af die je misschien nog niet zo goed kent. En knoop eens een gesprekje aan. Volgens mij gaat het erom, ben jij beschikbaar voor anderen? Ben je bereikbaar? Help jij iemand vandaag? Want dan zal je vannacht veel lekkerder slapen dan dat je dat niet doet. Zo werkt God. En dan staat er in Zacharia 4 vers 10, veracht het kleine begin niet. De Heer schept er vreugde in om te zien dat het werk begint. De Heer schept er vreugde in. Als jij je best gaat doen, als jij zegt, ik zet gewoon mijn eerste stap. Misschien denk ik, hallo, weet je, een babystap. Maar God schept daar vreugde in. En misschien lukt het gesprek voor geen meter. Ik heb het ook wel eens, denk ik echt, ik weet niet hoor, maar ben ik het verleerd? Boeiend. God schept er vreugde in dat jij je eerste babystappen zet. En mijn baby toen die bla 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 bla, ik was helemaal over de moon. Hij zei nog niks, maar ik dacht, wauw, hij gaat spreken, weet je. Zo denkt God ook over jou. Wauw, hij zet of zij zet de eerste stap. Ze gaan iets doen en ik ga daar doorheen werken. Weet je, er heerst zo'n onrust in deze wereld.
De wereld om ons heen. En misschien, eerlijk gezegd, ook wel stiekem in ons. De wereld is altijd op zoek naar een betere kans, een betere plek, een betere baan, een betere partner, een betere vakantie. Maar hoeveel mensen blijven nog lang op één plek? Gaan door dingen heen. Blijven in een baan, in een relatie, in een kerk voor de lange termijn. Want God wil geen oppervlakkig leven. God wil geen selfie en weer doorrennen naar het volgende. God wil dat je diepgaande relaties hebt. En diepgang komt ook door jaren heen. Door samen door dingen heen te gaan. En dan heb je het nodig om langer op één plek te blijven. Om een geworteld, diep en rijk leven te krijgen. Dat is wat God voor jou wil. En ik weet ook wel dat iets op de lange termijn blijven bouwen en blijven houden veel moeilijker is dan is wat hier en dan is wat daar en dan is weer wat daar. Maar het levert ook veel meer op. Het is niet voor niks dat mensen zoveel meer op zoek zijn naar echte relaties. Omdat als je niet lang op een plek blijft, niet lang in een vriendschap of een relatie of een kerk of een baan of waar dan ook, dan ken je dat niet, die diepgang die God wel wil geven. Hij wil veel meer diepgang, meer kracht, meer sterkte, meer relatie in jouw leven geven. En dan moet je door dingen heen gaan. En dan moet je niet bij het eerste de beste denken, nou, ergens anders is het ook best leuk. Dat zal best zo zijn, maar jij wil voor diepgang. Jij wil voor een bigger, inner selfie met God gaan. En dan staat er in Galaten 6 vers 9. We will reap if we do not give up. Weet je, je zal oogsten als je niet opgeeft. Weet je, tuurlijk denken we allemaal wel eens, ook ik, slecht zondig mens. Oh, ik kap ermee met mijn huwelijk, met mijn, weet je. Gelukkig maar heel soms zijn en denk ik altijd 1 seconde. En dan, geen zorgen, het gaat altijd weer, het komt altijd weer goed. Weet je, maar dat is menselijk. Dat mag je af en toe denken. Maar weet je, blijf lang waar God je wil hebben. En wat, weet je wat ik net ook al zei, wat blijft er van jou over, ook nog hierna? Als je overal vluchtig bent, geloof ik niet dat je echt een erfenis kan bouwen voor hierna. Daar heb je tijd en lange termijn voor nodig. Nou, het tweede punt, anders denken jullie, prima, connecten, duidelijk. Het tweede punt, worden jullie ook heel blij van, ik ook, is dienen. Yes. Denk je, yes, zin in. Maar het is wel zo, er staat in Matteüs 23, de belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Geven geeft meer vreugde dan ontvangen. God heeft ons zo gemaakt. Je kan denken, ja, ik word ook heel blij van geven. Dat zal best. Maar je wordt nog blijer heel blij van ontvangen. Dat zal best. Maar je wordt nog blijer van geven. Als je iets geeft en je ziet dat je iemand daarmee hebt kunnen helpen, dat geeft zoveel voldoening. Soms voor 3-4 dagen langer dan dat je zelf iets ontvangt. En het is heel grappig, ik las in een boek dat sinds 1974 is er iets raars gebeurd in onze wereld. Zoals jullie wel weten, de meeste van jullie gaan af en toe, zeker in de vakantie, wel eens naar zo'n fastfoodketen van die hamburgerrestaurants, noemen we dat maar. En er is één hamburgerrestaurant en die dacht in 1974, ik ga iets shockings doen. Iets wat mensen nog niet kennen. Tot dan toe kon je altijd gewoon kiezen uit het menu wat zo op de wand hing. Kon je kiezen welke wil ik. En dat was het. Vanaf 1974 dacht een hamburgerrestaurant, ze noemen zichzelf ook King. Ze dachten, wij gaan zorgen dat mensen alles zelf kunnen bepalen. Ze mogen zelf bepalen wat ze er wel en niet op willen. Ze mogen zelf bepalen welke saus ze wel en niet willen. En sinds die tijd lijkt het wel of dat meer en meer in de maatschappij is binnengedrongen. Het beviel de mensen eigenlijk zo goed om alles zelf te kunnen bepalen, elk detail, alles te kunnen aanpassen, alles te kunnen creëren. En ik weet niet of dat we daar inmiddels nou echt gelukkiger van worden, maar inmiddels kan het bijna overal in. Wij kunnen het krijgen zoals wij het willen. Onze stijl, onze manier. En dat lijkt heel ideaal. Maar zo werkt het echte leven niet. Met echte mensen en echte relaties. Weet je, wat is de vrucht van alles op onze eigen manier willen doen? Nou, je kan het zien om je heen. Heel veel controlfreaks. Er is niet zo'n hoger perfectionisme percentage geweest dan nu.
Mensen willen alles perfect, want ja, je kan het zelf creëren. En heel veel teleurstelling en deceptie. Mensen hadden het anders voor zich gezien. Ze hadden een ander leven bedacht, een ander plaatje. Maar zo gaat het leven niet. God, weet je, heeft het heel anders bedoeld. Niet alles in dit leven is te kiezen en te controleren. En God wil dat je sterk wordt daarin. Dat je ondanks alles door dingen heen gaat. En wat je dan ziet is dat er spijt komt. En zorgen en onzekerheden. En die maken jouw selfie van binnen super, super, super klein. God wil dat je groter wordt. En dat je leert wat er ook op mijn pad komt. Ik kan misschien niet alle details bepalen. Ik kan misschien niet alles in mijn hand hebben. Maar ik weet dat ik samen met God hier doorheen kan komen. Ik word sterk van binnen. En Daniël 10 vers 11, daar staat geliefde man. Je mag ook vrouw lezen. Luister naar de woorden die ik tot je spreek. En sta op. Weet je, God wil dat je opstaat. Wanneer we stoppen met de obsessie van wat wij willen, vinden we juist wat we nodig hebben. Als we dat opgeven. We zijn niet gemaakt om te nemen. We zijn gemaakt om te geven. En zelfs Gandhi, voor een heleboel een zeer bekende persoon, die zei, de beste manier om jezelf te vinden is om jezelf te verliezen in het dienen van de ander. Als jij iemand dient, zal je jezelf vinden. Jezus gaf niet voor niks zijn leven voor zijn vrienden. Hij wist, dit is mijn roeping. Hier zal ik mijzelf vinden. Weet je, mensen zijn continu op zoek naar verzadiging. En die verzadiging, die ligt niet in het etaleren en verhogen van onszelf. Die ligt niet in selfies maken, maar in het liefhebben van de ander. Daar vind je jezelf in. In het liefhebben van een ander. En mensen zijn niet bedoeld om jou maar verder te kunnen helpen. Weet je, jij bent bedoeld om anderen verder te kunnen helpen. En dan zal je gezegend worden. Dan zal je van binnen echte voldoening voelen. En het mooiste is, je kan vandaag beginnen. Jouw toekomst is nog ongeschreven. Ik weet niet wat er gebeurd is in je verleden en met relaties en met dingen die je hebt meegemaakt. Ik weet niet dat je denkt, ja, ik heb al een keer geconnect, ik heb al een keer gediend. Maar jouw toekomst is ongeschreven. God heeft een plan. Stap uit, ga die dingen doen. En laat jij een selfie achter van jouw persoon in iemand anders. In het leven van iemand anders. Maak jij daar een mooie afdruk die iemand anders weer verder kan helpen. En dan het laatste punt om jezelf, weet je, groter te maken van binnenuit, is vertrouwen. Wat er ook in dit leven speelt, vertrouw God voor de uitkomst. God heeft en wil zoveel meer voor jou dan dat je nu voor lief neemt. Misschien denk je, nou, ik heb een prima leven en misschien denk je ook helemaal niet. Maar God heeft zoveel meer voor jou. Vertrouw Hem. Weet je, ga connecten, ga dienen, maar bovenal leer God te vertrouwen. En soms denk ik wel eens, Heer of mensen, ik weet echt niet wat ze aan het doen zijn. Maar mijn keuze is, fill the gap with trust. Als ik ergens aan twijfel, vul het met vertrouwen. Ik heb mezelf voorgenomen, ik ga van het beste uit. Ik ga ervan uit dat iemand het beste met mij voor heeft. En als dat niet zo is, dan is dat hun probleem. Niet mijn probleem. Want ik geloof in mensen. Ik geloof, ook al heb ik zeker dingen meegemaakt waar dat niet zo bleek te zijn. Maar daarboven is een God die altijd te vertrouwen is. Ga van het beste uit. En weet je wat zo mooi is? In Daniël 9 vers 16. Daar staat in de Passion Translation, vond ik een erg mooie vertaling voor deze. Following the lines of what you've always done in setting things right, setting people right. Dat is wat God doet. God zal situaties rechtzetten. God zal mensen rechtzetten. Zo is God. En misschien gaan dingen soms wel eens anders in jouw leven dan verwacht. Dat is leven. Maar weet dat God daarboven te vertrouwen is. Dat Hij setting things right is. En dat Hij setting people right is. Dat is wie God is. Je kunt alles proberen te regelen en onder controle proberen te krijgen of te houden. Maar zo werkt dit leven niet. Bereid je hart voor. Het gaat helemaal niet om jou.
Het gaat om God en wat Hij door jou heen kan doen. Hoe Hij jou sterk kan maken. Hoe Hij anderen kan bereiken door jou heen. Hij wil een groot persoon van binnenuit maken. Hij wil jouw auteur zijn van jouw leven. Hij wil schrijven hoe het gaat en wat het einde is. Als je Hem maar laat. Leef je het verhaal wat God voor jou heeft, of wat je zelf allemaal zit te bedenken? Met die saus en die kaas en die augurk en die mayonaise. Nee, Heer, ik wil het leven leven wat U voor mij heeft. Als je zo doorgaat, welk verhaal vertelt jouw leven aan het einde? Weet je, denk daarover na. En er staat in mijn Bijbel, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt het aan niets. En als het wel eens anders voelt in mijn situatie, zeg ik, nee Heer, U bent mijn herder. Mag God jouw herder zijn? Is Hij jouw herder? En mij ontbreekt het aan niets. Heer, dat spreek ik uit. Wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niets. Nog een keer. Heer, dat is wie U bent. Ik vertrouw daarop. Of dat ik het nou zie of niet zie, dit is wat Uw woord zegt. Kan jij, eerlijk gezegd, echt relaxen in God? Tot rust komen. Stil zijn voor God. En het aan Hem overgeven. Want alles zelf in je eigen kracht blijven doen, gaat je uiteindelijk alles kosten. God wil dat voor jou doen. God wil in dat gat springen en zeggen, hey, laat mij aan het werk. Rustig jij, vertrouw op mij, kijk naar mij. Blijf op mij richten en dan ga ik er iets moois van maken. Psalm 34, wie naar Hem opzien, stralen van vreugde. Vecht je nog altijd zelf of laat je God vechten voor jou? Weet je, er is één ding wat ik wil meegeven om over na te denken. Wij worden niet groter van binnen door de beloftes die wij aan God maken. Heer, ik ga meer Bijbel lezen. Heer, ik ga beter mijn best doen. Heer, ik ga dit, ik ga dat. Daar worden wij niet groter van. Maar we veranderen door te geloven in de beloftes die Hij ons geeft. Wij worden groter door te geloven in de beloftes die God ons geeft. We worden niet groter door de beloftes die we Hem doen. Maar we worden groter door te geloven in de beloftes die Hij ons geeft. En hou je daaraan vast. Dat is vertrouwen. Mag God in jou werken, zodat Zijn selfie zichtbaar wordt in jouw leven, door ons heen. Mag Hij centraal staan in onze foto's van dit leven. Lieve Vader, dank U wel. U bent een goede God. Heer, we danken U dat U zo om ons geeft. Zo van binnenuit ons sterk wil maken. En help ons om meer op U te vertrouwen. Heer, op de dingen die U ons geeft. Om te connecten, om te dienen. Waardoor U ons groter wil maken. Heer, ons sterker wil maken. Dank U wel, Heer, dat U centraal staat in ons leven. En vandaag willen we daarvoor kiezen. Dat niet ik centraal sta, maar U. Dank U wel daarvoor.